Francis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met je? Heel goed. Ik bedoel, je zit nog midden in de verrader. Je hebt het nu al opgenomen, maar ja, ja, we gaan er verder niet over hebben. Maar even, je zit er middenin natuurlijk. Ja, ik zit er middenin. Elke week 2 miljoen kijkers. Maar ja, dat is voor nu, voor deze rolbekendmaking, natuurlijk heel fijn. Lekker, hè? Want mensen weten nu wie ik ben. Dus ja, ineens denken ze misschien van, oh, dat was een leuke vrouw. Laten we een kaartje kopen. We willen er wel eens in het echt zien, weet je wel. Dus ja, dat is natuurlijk superleuk. Bij deze. Ja. Dat was gedaan. Ja. Heb jij jezelf ooit in het klooster gezien als moeder overste? Nou, niet als moeder overste, maar wel als non. Toch ik heb, ja, ik heb 9 jaar lang in een klooster de mis gediend toen ik meisje was. Mm-hmm. 3 keer in de week bij de zusters penitenten der eenheid. Ik ben ook vaak op retraite geweest in kloosters. En ik ben 15 jaar lang Lourdes vrijwilliger geweest. Aha. Dus ik ben brancardier. Dus Maria, kloosters en nonnen, dat is mij totaal niet vreemd. Nee. Dus voor mij is dit gewoon ja, gesneden koek, bij wijze van spreken. Typecasting. Ik geloof het wel, ja. Ja, want ik heb ook het hele jaar sinds de lockdown, heb ik als ik interviews gaf, dan refereerde ik ook altijd aan The Sound of Music, omdat moeder overste eigenlijk altijd hoop geeft. Hè? Ja. Door te zeggen, als God een deur dicht doet, doet hij ergens anders een raam open. En dat hebben we dit jaar natuurlijk eigenlijk allemaal opnieuw moeten uitvinden. Want, ja, want onze regering die is niet altijd even met de eye on the ball, laat maar zeggen. Nee. Dus we moeten zelf creatief zijn en zelf weten waar onze wegen leiden. Ja. En dat moet je zoeken. Dus moeder overste is daarin ja, toch best wel leidend voor mij. Ook omdat ik te veel. Het is mijn lievelingsmusical, ja, al vanaf mijn 4e. Dus dat ik dit nu eindelijk mag doen, is voor mij ook alsof een soort cirkel rond is. Ik ben natuurlijk operazangeres. Ja. Maar voor moeder overste heb je wel een beetje een stevige ja, stem nodig. Absoluut, het bekende nummer. Ja, ja, en het klassieke muziek of de klassieke musical kan je ook wel een beetje een klassieke stem bij gebruiken, ja, volgens mij. En zeker deze rol. Ja, 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 daarom. Dus ik vind het helemaal geweldig om te mogen doen. Dus, heb jij de musical al een keer gezien? Ja, diverse versies gezien, kan ik me zo voorstellen. Als nou, zo ik heb hem 6 jaar geleden ben ik geweest, omdat Maaike Widdershoven speelde toen moeder ja, overste. En dat is een hele goede vriendin van mij. Ik heb okay, met haar ook in de opera gestaan. En toen gingen wij natuurlijk helemaal hysterisch in de zaal zitten. Want dat vond ik helemaal geweldig dat zij dat deed. Vroeger, toen zij Maria zong, durfde ik nog niet te gaan. Want ik was zo verknocht aan de film. Ja. Dat ik zelfs het Nederlands heb ik dan in het begin zo moeite mee. Want ik ben zo gewend aan die Engelse mooie teksten. Maar ik heb nu ben ik het stuk aan het lezen. En Allard Blom heeft het heel mooi vertaald, vind ja, ik. Dus, en ik ga nu wenden aan dat Nederlands. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi, want dat is wel directer. Mensen ja, kunnen het gelijk begrijpen. En, dus ja, ik ken het ook vanuit het theater, zeker. Dan was daar natuurlijk ook nog naast de verraders Op zoek naar Maria. Ja. Hoe heb jij op de bank gezeten? Elke week met heel veel spanning, want ik had al vanaf week 1 had ik een favoriet. Ja. En die heeft het gelukkig gewonnen. Dus ja, ik heb ook de laatste. Ik vond ze allemaal geweldig. Want ik heb ze 1 keer les mogen geven. Ja. Hier in het gebouw. En dat vond ik geweldig om ze te mogen ontmoeten. Ze waren allemaal heel kwalitatief goed. Ja. En dan ga je kijken naar, past iemand in de rol? Of hoe zien ze eruit? Hoe dansen ze? Dan ga je dus naar hele kleine verschillen kijken. En uiteindelijk vond ik het voor de jury, moet het een helse klus ja, zijn geweest om steeds te zeggen, nou jij eruit en jij niet. Want ze waren allemaal leuk. Maar ik ben toch wel heel blij dat Nandi het is geworden. Ja, ja. Dat was mijn eerste keuze. Als we zo meteen naar de musical gaan, waar liggen voor jou, als ik het ook mag prostitueren. Nou, tuurlijk. Waar liggen voor jou de uitdagingen in deze musical? Dat mensen kennen mij als een hele drukke vrouw en heel wild en altijd geëxalteerd. Maar de mensen gaan nu zien dat ik ook een hele mooie, bescheiden, met een beetje humor, maar rustige moeder overste zal spelen. Want moeder overste is nou net niet nee, zo waarom? Heel druk. Ja. Ze herkent zich wel een beetje in Maria. Dat zien we ook in deze versie. Want ik zing bijvoorbeeld met Maria My Favorite Things bijvoorbeeld. Okay. En dat is anders dan in de film. Ja. En, maar ik zal toch een beetje de leidende moeder overste moeten zijn die de zorg draagt voor de hele club nonnen, om het ja, zo maar te zeggen. Dus dan kan je niet als een hysterische ui in de rondte gaan rennen. En ik denk dat mensen dat wel verrassen, want ik kan gewoon toneel spelen, alleen... Niet even als jezelf dan? Nee, dan ben ik niet mezelf, dan ga ik in een rol. En dat is wel misschien heel leuk voor mensen om te zien dat ik dat ook beheers. Ja, ik vind dat superleuk om dat weer te gaan uitzoeken. Andere kleur eigenlijk. Ja, hoe ga je zo'n vrouw typeren? Wat voor karakter is het? Dat ga ik dan helemaal met Carlien en mijn medespeelgenoten gaan we dat uitzoeken. Ja. Dat is superleuk.
Als ik al 10 jaar geleden had gezegd, jij wordt moeder overigens in The Sound of Music, wat had je toen gezegd? Dan had ik gezegd, ja hoor, dat zou best kunnen. Ja, ja, want ik heb het altijd gewild. Okay. Dus ik heb een paar rollen op mijn verlanglijstje altijd gehad. Een paar heb ik heb er al een heleboel mogen doen. Ja. Eentje is nog ook Tosca, die wil ik heel graag nog een keer doen. En de andere was moeder overste. En ik heb het altijd gedacht en geroepen. En op een gegeven moment, als je dat hardop zegt, dan helpt de kosmos je altijd om op een gegeven moment ergens te komen. En al had ik het zelf georganiseerd, bij wijze van spreken. Ik zing trouwens in mijn eigen voorstelling ook altijd Climb Every Mountain. Okay. Dus ik zing het. Ik heb het op de Pride, want ik ben Pride ambassadeur, heb ik het voor 20.000 mensen gezongen op de Dam. En ik zing het altijd. Ja. Dus het is helemaal niet gek voor mij. Ja. Laatste vraag. Waar kijk je het meest naar uit? Gewoon weer om op het toneel te staan. Ja. Oh, dat heb ik zo gemist. Lekker. Gewoon met echt publiek. Die zitten te lachen of te huilen of... Gewoon mensen een fijne avond bezorgen, dat ze uit deze rottijd opgelift worden. Ja. Daar ben ik zo aan toe. Ik vind, al zitten er 2 mensen in die zaal, ik ga daar helemaal vol in. Oké. Okay. Dus, ik heb er zin in. Ik wens je alvast heel veel plezier met de repetities. Dank je wel. Tot de première, hoop ik. Ja, ik hoop het ook. Dank je wel. Oké, dank je wel.